Ja, als jij niet vooruit kijkt, dan plan je dus ook niet vooruit. Dan denk je dus ook niet vooruit. En dan ga je ook gewoon niet vooruit, hè. Het is vrij makkelijk om vanaf je 18e geld te lenen en abonnementen af te sluiten, terwijl je er eigenlijk geen geld voor hebt. Soraya stapte ook in deze valkuil. Op haar 23e had ze daarom een schuld van 80.000 euro. Kijk, ik leefde toen met heel veel schijt en het deed me niet heel veel. Ook niet echt iemand hebben die continu mij controleert of meekijkt. Ook een beetje profiteren van de flexibiliteit die er is in Nederland, hè, als het gaat om termijnbetalingen. Net als in geldzaken was ze in relaties ook niet voorzichtig. Haar onbezorgde leven nam plots een tumultueuze wending. Zwangerschaptest gedaan. Ja, dan ben je zwanger. Ja. En toen was het allemaal niet meer zo leuk. Ze verliet haar studentenkamer uit schaamte, werd een tijdje dakloos en kwam in een vrouwenopvang terecht. Ik heb uren op straat gezwerfd, omdat je mensen niet tot last wil zijn. Terwijl je zwanger was? Ook, ja, tuurlijk. Ja, dan ga je gewoon lopen. Ik zit gewoon in een opvang. Dat was wel echt een ding. Ik schaamde mij. Ik schaamde mij verschrikkelijk. In deze uitzichtloze situatie deed ze een belofte aan haar ongeboren dochter. Dat ze geen voet op de opvang zou zetten, dus dat ze daar niet zou lopen. Dat betekent dat ik niet van plan was om bij de opvang meer dan een jaar te blijven. En dat mijn dochter op de leeftijd is zoals nu, 6, 7, 8, dat zij niks zou meekrijgen van de fouten die ik heb gemaakt in het verleden. Schuldsanering, weinig geld hebben, weekgeld, niet alles kunnen doen. Dat, die belofte heb ik gemaakt, ja. Ja. De belofte heeft ze waargemaakt en nu is ze sinds een jaar schuldenvrij en heeft een eigen huisje in Vlaardingen samen met haar dochter. Voor het Rotterdams Wijktheater vertolkt ze deze duistere, maar leerzame periode in haar leven in de theatervoorstelling Elia. Kijk, nou is het over. Ik ben nu op een goede plek. En dus nu kan ik er veel beter naar kijken. Zo nou kan ik zeggen van, nou weet je wat, ik heb het overkomen. Dit is mijn verhaal. Zo, dit is de laad- en losruimte bij het Zuidpleintheater. En hier speelt mijn scène af. Toen ik in verwachting was en ik had geen huis, toen heb ik een opslagruimte gehuurd. En dat symboliseert een beetje zoiets. Hè, dat killen, dat was geen fijne plek. Hey, lieve mensen, geef deze voorstelling een mooi plekje in je lichaam. En een positief plekje. En ik wou laten zien van, je kan ook gewoon fouten maken. Jouw fouten erkennen. Zeggen van, jij hebt een fout gemaakt. Die, weet je, echt door de verantwoordelijkheid nemen. En het dan gewoon oplossen. En tegen jezelf zeggen, niet meer doen.